Alle leerlingen van de Borgmansschool in de Oosterpoort voeren deze week klusjes uit bij familie, buren en bekenden. Na schooltijd gaan ze op pad met een kluskaart om geld op te halen voor het goede doel. De school houdt namelijk de actie Doe een klusje voor de kinderen in Haïti. We doen geld inzamelijk actie voor de Haïti, voor de aardbeving die er is geweest. Een vrouw die kwam bij ons op school en die zei dan, die krijgt het geld dan. Die gaat over een paar weken gaat die weer naar Haïti toe en die neemt het geld dan weer mee. Ze gaat naar een weeshuis daar kinderen helpen met dat geld. Het is een actie van school en wij vinden het belangrijk dat, dat er gewoon genoeg hulp komt en dat het geld nuttig wordt besteed. Dat is zeker het geval, want het geld dat de kinderen bij elkaar klussen gaat naar het weeshuis en kinderziekenhuis van de Stichting Wereldouders in Haïti. Het goede doel is de Stichting Wereldouders. Die heeft een kinderziekenhuis en een weeshuis in Haïti. En het geld gaat dus daar naartoe. Daar worden hele verschillende dingen mee gedaan. Er kunnen schriften voor gekocht worden, boeken, maar ook spullen die het ziekenhuis nodig heeft. De Borgmansschool organiseert elk jaar een goede doelenactie, omdat dit belangrijk is voor de ontwikkeling van de leerlingen. We willen gewoon heel graag aan de kinderen meegeven dat we gewoon moeten denken aan elkaar. Dus ook elders op de wereld, andere kinderen op de wereld. We willen kinderen gewoon toch maatschappelijke waarden en normen meegeven, dat het belangrijk is om aan elkaar te denken. Een nobel streven van de school, waar de leerlingen veel sympathie voor opbrengen. Het autowassen, ramen lappen, babysitten en vuilnis dumpen doen zij deze week dan ook met liefde. Nou ja, ik vind het belangrijk om de mensen te helpen in Haïti en dat ze weer een nieuw leven kunnen beginnen. En ze helpen ook in ziekenhuizen en in een weeshuis voor kinderen. Ik vind het ook belangrijk dat die goed kunnen opgroeien. Ik zag die beelden en dat vond ik heel erg vreselijk. Dus dat, ik dacht van, dat moet ik doen. Iedereen moet hetzelfde leven krijgen, een mooi leven en gewoon. Gewoon dat wij daar ook nog wat aan kunnen doen. Dat wij daar gewoon mensen kunnen helpen. Wij hebben het veel beter. En daar hebben ze bijna geen school. En er gebeurt ook nog een aardbeving. En wij hebben hier gewoon goed, haast wel. Dus daar wil je wel voor klussen? Ja, daar doe ik het wel voor. En ze doen het natuurlijk ook een beetje voor zichzelf. Als ik mensen heb geholpen, dan krijg ik soms ook gewoon dan zie ik hun blije gezichten en zo. En dan kan ik ook heel trots op mezelf zijn. En dat vind ik zo ook zo'n lekker gevoel, zeg maar. Toch worden sommige klusjes liever niet geklaard. De vadoen. daar hou ik niet zo van. Tot volgende week woensdag doen de kinderen zoveel mogelijk klusjes. Daarna stopt de actie en wordt het geld geteld.